€3,87. Nou, dat is in ieder geval een stuk minder dan ik gewend ben om tegenwoordig voor mijn broodjes te betalen. Ik ga ze meteen klaarmaken. Meeting Plaza bestelde lekkere broodjes bij de Turkse bakker in winkelcentrum Bisonspoor in Maarsen. Maar door een verkeerd geplaatste komma werd vervolgens €84.000 overgemaakt. In plaats van 840,00. Het gebeurt wel eens dat er een opeenstapeling plaatsvindt van kleine foutjes. Met grote gevolgen. En eigenlijk door dat soort dingen overlijden patiënten in ziekenhuizen en vallen vliegtuigen uit de lucht naar beneden. En betaal je wel erg veel voor broodjes. Onoplettendheid dus. Ronald begint direct een onderzoek. Wat blijkt? De bakker heeft zijn zaak snel verkocht en is onvindbaar. Dus wordt de politie ingeschakeld. De politie begon allerlei vragen meteen te stellen. Van is er sprake van afpersing? Die begon een aantal scenario's ons voor te houden. Uiteindelijk hebben ze keurig die aangifte opgenomen en dat we 4-5 kantjes volgeschreven met onze aangifte. We hebben dat ondertekend en we zijn eigenlijk op dat moment vol vertrouwen zijn we naar huis gegaan. Van nou, de zaak ligt in handen van de politie. Er is duidelijk sprake van verduistering. Dus het recht kan zijn beloop hebben. Maar het loopt even anders. Het Openbaar Ministerie vindt dat er niet voldoende maatschappelijk belang is om de bakker te vervolgen. Dat is natuurlijk schandalig. Schandalig. Ik denk van ik lees dit niet goed. Dit kun je niet meemaken. Dit is de grootste paarse krokodil blijkbaar die ik ooit gezien heb. €84.000. Zomaar weg. En dat is natuurlijk helemaal in deze tijd verschrikkelijk. Het dubbele trieste is dat we eigenlijk best wel goed draaien het eerste kwartaal. Met name door de inzet van onze medewerkers die op de kleintjes zijn gaan letten en extra hun best zijn gaan doen. En ja, voor die mensen is het ook dubbel triest dat eigenlijk waar zij dan hun best voor hebben gedaan door een van de leveranciers gewoon volkomen teniet wordt gedaan. En dat die er eigenlijk met het geld vandoor gaat. Meeting Plaza heeft een privédetective ingehuurd om de bakker te vinden. Die ontdekte dat de man nog een huis heeft in Arnhem. Daar is beslag op gelegd. Ja, uiteindelijk kunnen we proberen dat huis te veilen. Dus, maar dat is deurwaardes, procedures en dingen. Dus dat is de ene kant van het verhaal. En aan de andere kant kan ik naar het gerechtshof toe. En een uitspraak, of via een uitspraak van het gerechtshof proberen af te dwingen dat het Openbaar Ministerie alsnog tot strafvervolging overgaat. Of Ronald het geld ooit nog terugziet, is nog maar de vraag. Zo jongens, hier zijn de broodjes. Eet smakelijk allemaal. Dankjewel.